Oh jee, is niet goed, hè? Wat is er niet goed? Wat jullie hier zien is de kop van de GS550 met de nokka's aan de uitgaande kant en de nokka's aan de ingaande kant. Nou, die beide nokka's die zijn goed, de kop is goed, er is niks meer aan de hand. Je nokka'sketting die gaat hier overheen, zo, en dan via de andere terug naar je krukas toe. Die draait het zooitje aan. Zorg ervoor dat je klepjes open en dicht gaan. Het is allemaal in orde. Alleen hier in het midden kwam ik achter, daar mist iets. Daar mist de, moet ik even kijken, ik heb hier het boek liggen. Dat ding, dat noemen ze de bridge guide. En dat is een stukje plastic-achtig iets wat hier inklemt. En dat zorgt ervoor dat je nokka'sketting zich koest houdt. Dus dat hij niet al te veel gaat klapperen. En er zit aan de bovenkant van je kleppendeksel, hier. Daar zit hier een geleider. En zoals je ziet, daar gaat de ketting langs, hè. Er zitten wat streepjes op. En zo'nzelfde soort geleider hoort hier ook in te zitten. En die zat er niet in. Dat wist ik niet. Ook helemaal niet gezien bij het demonteren van het blok. Ik heb hier het werkblad van het boek. Kijk, dit is wat jullie zien, de uitgaande, ingaande. En hier hoort dan zo'n dingetje tussen te zitten. Hij wordt hier netjes omschreven als de bridge guide. Een wijs brilletje op en zoek hem maar. Ik ga hem vast al vinden. Tot de volgende keer bij Het Hok. Hoi.